Het project SDGs en Bibliotheken is een samenwerking van 8 grote, middelgrote en kleine Nederlandse bibliotheken. Het project is opgezet om de bibliotheeksector een zetje in de rug te geven in het maken van activerend SDG-programma voor haar publiek. Activerend, omdat we samen willen werken aan een leefbare wereld. Mijn naam is Judith Nachtegaal van Bibliotheek Wiegen en ik wil jullie graag vertellen wat we hebben gedaan in het SDG-project. Omdat wij een hele kleine bibliotheek zijn, hebben wij het net iets anders aangepakt. We hebben de ruimte genomen om in gesprek te gaan met onze partners. Denk dan aan een basisschool, middelbare scholen, de gemeente zelf, burgerinitiatieven en denktanks. Om te gaan bespreken welke SDG's leven er nou echt in Wiegen. Het is geworden gendergelijkheid, afvalscheiding, ongelijkheid verminderen en duurzame steden. Elk thema komt een jaar lang in de spotlight te staan. En samen met onze inwoners gaan we dit programmeren en vormgeven. Hallo, mijn naam is Simone van Rees en ik ben programmamaker van het Future Lab in de Bibliotheek Lokhal, onderdeel van de Bibliotheek Midden-Brabant. In het Future Lab onderzoeken we hoe we ook in de toekomst onze stad Tilburg leefbaar kunnen houden. Voor het project SDG's in bibliotheken hebben we daarom de programmareeks De Plastic Troep ontwikkeld. Hierbij werken we aan en samen met een community van enthousiastelingen om het plasticprobleem in Tilburg te onderzoeken. Tijdens bijeenkomsten in de BIEB kijken we bijvoorbeeld naar ons eigen plasticgebruik en manieren om dat te verminderen. Ook op het online platform Kenniscloud is er een continue stroom van uitwisseling van ervaringen en kennis, om zo met elkaar te kunnen blijven delen wat we hebben gevonden. Dit waren 2 voorbeelden, maar er gebeurt nog veel meer in ons project. Samen met de Bibliotheek Utrecht, Rivierenland, Deventer, Kampen, DBIEB, NOBB, Rijnbrink en Stichting Setup Utrecht bouwen we aan een toolkit voor bibliotheken om zelf aan de slag te gaan met de SDG's. Werk je in een bibliotheek? Kijk dan op www.sdg-bibliotheek.nl. Daar kun je de toolkit en een hoop inspiratie vinden. Je kunt de toolkit gratis downloaden, je aansluiten en op de hoogte blijven. Samen programmeren we voor een betere wereld. Door onze krachten te bundelen, niet alleen als bibliotheken onderling, maar ook door samen te werken met bewoners, bedrijven en overheidsinstanties in onze eigen regio, zorgen we voor een leefbare toekomst. Dus, maatschappelijk middenveld, burgerinitiatieven en onderwijs, willen jullie iets samen met inwoners doen om te werken aan de SDG's? Betrek je lokale bibliotheek hierbij en vraag naar wat zij kunnen bieden.